Jock van Alem, ik zie Lam, Kluiderman, Wim Steffenhoff. En het is een spannende rit daar, daar vallen ze naar beneden uit die kopwacht. De snelheid meenemen van die kopwacht natuurlijk, en daar zijn ze, maar die man heeft nu al 4, 57. Maar het is nog steeds onderweg de 457 Jospin Stakor. En naast elkaar, daar gaan ze, komen ze, we blijven hier lekker spreiden, maar ook hier nog 468. We zien hier 97 weg naar Tunis. Daar is onder andere Thailand de Gluiderman de plat, we zien ook nog hier. Mensen breien en praten tegelijk, dus moet ik ook doen, maar stuk. En een leuke prijs van alle enkel links in de landen. Dus in de dames van de loterij zijn nu gaan inleggen. We kijken nu even naar de wedstrijd, want het is een... Hier is het 9-0-8-5, hier is het hartstikke om te krijgen. Dan blijf ik voor 4-9. Dit is Roy van Doornstad, komt daar allemaal niet lang, we hebben ze niet meer. Een vierde rit met Penta Leiding, het is de Game of Wolkers met 0,49. Game is het 411, is het ook nog door en dan daarnaast is het de Isa van Nes. Ja, ja, het begint zo hard te gaan, maar het begint de vermoeidheid op te brengen. Goed, dan wordt het nog meegenomen.
de vallende maatschappijen omhoog. We kijken naar 718 Magnobo. Dan 189 Pablo Vermeulens in de tweede. En de plaats is nu voor 306 Tom van der Langmaat en 094 Schuiven omhoog. We moeten gaan proberen of dat die helft kan drukken naar een van die plaatsen ervoor. Wat is er nu door, ja? Hier is er aan, maar wel een mooie spannende strijd met 8-9-7-8-9. Max. En de rest van gaat naar de finale, kan niet mis. Dan ook een 3,87. De band, dan 4,24. En ook de eigen rijder. En jammer, niet iedereen kan wonen. Ook hier weer de eerste vier straks door Michael, Niels, Angelique, Kemo, Rowan en Wesley. En wederom zie ik Ammerzoden de kop hebben. De kop voor Ammerzoden. Dan komt daar Nuland. Ik zie weer Ammerzoden. We kijken naar 64, Glenn. En dan nog een uitstaanverveur, het is nu 4,61. We zien hier de goede kansen van 64 en 7,53. En al die anderen hebben geweldig gestreden, maar... dan voor Peter om hier in de beste, met de beste papieren en de tweede plek voor 7,35 Roland Straat. Dan komt daar denk ik in 181 Pablo Vermeulen of is het een ander rijder. In ieder geval, het lijkt erop dat... het veld op dit moment 4-12, nog steeds Lotte van Zandvoort, dan is het 7-35 Rowan. We zien 181 Pablo om met Sam en Lotte en Shahai. Oh, wat wordt er fel gestreden hier op die brandschans en het is 449 die veld en voer. Heb ik het goed, is het Koen Dollevoet? Inderdaad, Koen Dollevoet voor 7-18 Max Over, dan 3-33 is Tom Smit. De derde plaats is voor 3-4 voor Sander Lasvent en Lotte doet het de best en ook Shahai probeert het nog. Maar het wordt knokken, het wordt alles uit die kast gooien om op die vierde plaats te komen die toegang heeft tot de finale. Maar één ding is zeker, Koen is door en ook Max. Die gaat hier de twee prijzen pakken, de derde plaats nu voor iemand uit Nederland. Het is er nog steeds op die derde plaats, 461, winnaar op 714, winnaar van Rijswijk, knap gedaan, ook al die andere winnaar des te. Een compliment voor jullie, geweldige prestatie. Dan voor het eerst de top van de top van de top, rekenen dat andere zorgen komt dat opzetten. Andere zorgen probeert het wat moeilijk te maken, we zijn benieuwd. Hoe komen ze daar die laatste kop op? Nog steeds los, dan laat het met lekker hoog, denk niet naar huis. Kan nu die snijd vasthouden in de klimaatdrukkensectie, het is alles of iets en dat komt er dan weer aan. Lotte, bedankt voor 718 Max Over.